Richard, zondag gaat eindelijk de vrouwen eredivisie beginnen. Heb je er zin in? Zeker weten. Na zoveel maanden weer lekker voetballen en om het echi. Dus ik heb er zin in en die meiden hebben er zin in. De staf heeft er zin in. Dus ja, we zijn er klaar voor. Ja, maar het is een lange en bijzondere voorbereiding geweest. Hoe kijk je daarop terug? Leerzaam. Spelers bezighouden thuis. Wanneer wel, wanneer niet trainen. Ik denk dat het voor iedereen leerzaam was, in welke tak dan ook. Nieuwe trainingsvormen bedacht. Spelers toch op een iets andere manier conditioneel fit te maken. Dus dat was een hele leerzame periode. Ik weet niet of het altijd mooi was, ik weet niet of het altijd heel leuk was voor iedereen. Maar wel ontzettend leerzaam. Ja. Ja, en hoe staat de groep erop richting de seizoenstart? Goed, positief. De opstelling is bij de meiden bekend. We trainen gericht richting aanstaande zondag. We mogen tegen een geweldige tegenstander spelen. Want Heerenveen is gewoon misschien wel voetballend een van de betere ploegen in onze competitie. En iedereen heeft er echt veel zin in. Dat zie je ook. Dus we staan er ook goed op. Alles is fit. Op Joy Kessers, nou, maar dat wisten we. Die heeft natuurlijk langer dan al uit. Maar voor de rest is alles fit. Dus daar ben ik blij mee. Ja. Ja, we staan nu in het stadion. Het was de bedoeling dat jullie alle wedstrijden hier zouden spelen. Uitgerekend de eerste wedstrijd wijken jullie uit naar het terrein van de sportclub. Hoe zit dat? Ik ben blij dat we bij de sportclub mogen spelen. Want de KNVB heeft ons dubbel ingevuld. De mannen en de vrouwen allebei om 11:15. De sportclub was zo vrij en ook de KNVB heeft dat goed aangepakt door te zeggen, joh, je krijgt een gratie om daar te kunnen spelen. Normaal moet je een stadion of een tribune hebben van minimaal 200 man. Nu mogen we bij de sportclub spelen, dus dat betekent dat we iets later om 2:30 dan op het terrein van sportclub Excelsior mogen voetballen. En dat is toch ook een prima complex om te voetballen. Ja, je zegt wel, Heerenveen is een goede tegenstander. Wat verwacht je zondag van die wedstrijd? Twee voetballende ploegen, een tactisch mooie wedstrijd, want Heerenveen heeft heel veel lopende en veel bewegende spelers. Weer zie je met Zoe van de Ven die bij ons gespeeld heeft. Ik denk dat het publiek aankomende zondag echt een mooie wedstrijd te zien krijgt. Dus ik denk dat de ingrediënten zijn. Ja.